Welkom allemaal hier bij de ontbijtsessie op de Week van de Techniek namens TechNet Nederland, waarin het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs samenwerkt rond techniek. En nog een speciaal welkom aan de wethouders hier. Wethouder Broekman uit Nijkerk, wethouder Broekhuis uit Van Utrecht-Heuvelrug. In de huidige maatschappij veroorzaken wij zelf ook problemen. In die zin de schadelijke stoffen, de klimaatproblemen, etc. Om dat op te lossen hebben we allemaal techniek nodig. Ik weet uit mijn vorige werkzame leven dat in de jaren 90 de problemen om aan goede technische mensen te komen toen al waren. Dat toen al als nijpend omschreven werd en dat als er een... Ik zat toen in de uitzendwereld en als we een lasser moesten zoeken, was dat A, een enorme klus om een goede te vinden. En B, verdiende die vele malen meer dan welke academicus dan ook die we in onze toen nog bakken hadden. Die konden we eigenlijk aan de staatsleden niet kwijt, om het even oneerbiedig te zeggen. Maar de technische mensen, dus echt mensen die dat met hun handen konden, die konden we amper vinden. En dat is eigenlijk in de jaren daarna niet anders geworden en eigenlijk alleen maar verergerd. Welke rol kunnen we hebben het laten zien van hoe mooi dat techniekonderwijs is. Want we hebben, en ik weet niet of jullie daar ook tegen aanlopen, maar ik merk bij veel scholen die ik spreek, want ook in Nijkerk zijn de scholen ongelooflijk actief bij het betrekken van het bedrijfsleven. Zeggen, ja, we hebben dan op een gegeven moment, die kinderen vinden het heel erg leuk. En er zijn open dagen en nou ja, je ziet het enthousiasme waarmee de kinderen en ook de bedrijven op die dagen staan om allerlei leuke proeven en praktijkopstellingen te laten zien. Maar dan de ouders nog. En daar hebben we ook wat te doen. Daarmee gaan we een nieuwe naam in de regio plaatsen. En dat is TIS voor Tech. De start van sterk techniekonderwijs, dat hebben we vanmorgen meegemaakt hier in Amersfoort. Het Cora College doet daar mee en onder andere met een van de ontwikkellijnen. Wat betekent dat? Onderwijs in de regio komt centraal te staan en het onderwijs in onze school staat daarbij centraal. Er zijn 5 techniekscholen. We hebben de harde technieklijn, zoals vroeger metaal en elektro en bouw en schilderen. Nu PI en BWI. En wat we zien is dat het onderwijs zo snel ontwikkelt dat we meer samenwerking nodig hebben met de omgeving, met de regio, met de andere scholen. Met de harde techniekscholen in eerste instantie, omdat wij de basis zijn voor het project Sterk Techniekonderwijs. Maar op de TL zitten heel veel leerlingen die wel affiniteit hebben bijvoorbeeld met techniek, maar nog niks met techniek doen of weinig met techniek doen. In het andere profielen, dus niet de technische profielen van het VMBO basiskader, bijvoorbeeld de zorg, wordt tegenwoordig ook heel veel met techniek gedaan, maar nog weinig aan onderwijs gedaan. Nou, wat je dus ziet is dat wij vanuit de expertise die er is, kunnen kijken hoe kunnen we dan onderwijs ontwikkelen, ook voor zorg en welzijn bijvoorbeeld, en ook voor economie en ondernemen, voor de meer commerciële kant van het onderwijs. Nou, wat we proberen is ook het PO daarin al bij te betrekken, want wat blijkt uit onderzoek is hoe jonger kinderen al enthousiast zijn in aanraking komen met techniek, bewust en onbewust, hoe meer er gekozen wordt voor techniek. Dus dat zit ook in een lijn, maar dat is dan een andere lijn uit het project. Maar lijn 1 heet die dan, waar wij in zitten, gaat dus over het onderwijs voor onszelf versterken, voor de andere 5 techniekscholen versterken en TL er beter bij betrekken en daar onderwijs voor ontwikkelen en voor de andere profielen van het VMBO, zoals zorg en welzijn en economie en ondernemen. Wat mij ook opviel was dat een van de doelen was dat het onderwijs ook voor de docenten leuker moet worden. Hoe denkt u dat te doen? Ja, het is voor de docenten leuker. We hebben ook instructeurs tegenwoordig en onderwijsassistenten. Die wil ik toch ook met nadruk noemen, dus dat vind ik ook heel erg belangrijk. Wat je merkt is dat kennis heel snel achterhaald raakt bijvoorbeeld. Dus wat we heel erg gaan versterken is de samenwerking met het bedrijfsleven. Nou, die zijn hier ook echt massaal aanwezig, dus dat is mooi om te zien. Die samenwerking dus, willen we uitbreiden. Dus niet alleen maar dat onze leerlingen bijvoorbeeld stage daar gaan lopen, maar ook dat onze docenten bijvoorbeeld stage gaan lopen in bedrijven.
Wat we ook zien is dat mensen uit het bedrijfsleven soms met leeftijd, maar ook met interesse zeggen van ja, ik vind het nog wel mooi om hier te werken, maar het wordt wel erg zwaar. Kan ik in het onderwijs niet iets betekenen? Nou, die verbinding willen we veel sterker maken. En dat zijn eigenlijk de twee sterkste pijlers die er zijn. Wat we ook gaan doen is bijvoorbeeld het onderwijs op een centrale plek organiseren als er hele dure machines bijvoorbeeld aangeschaft moeten worden. Dat zal dan hier waar we nu staan in Amersfoort zijn. En dat onze docenten daar ook naartoe kunnen gaan om bijvoorbeeld een halve dag per week hier dan onderwijs te geven aan leerlingen van alle scholen uit de regio. Want het idee bijvoorbeeld is om de TL-scholen dan ook hier naartoe te laten komen om een stukje techniekonderwijs te laten volgen. Ook van zorg en welzijn en ook van onze eigen technische afdelingen. En de docenten die dan bij ons werken, die kunnen dan mee. Of die kunnen juist voor een halve dag per week hier gedetacheerd zijn. En dat maakt het ook weer interessanter. Dus je ziet op verschillende plekken dat het zo is. Het laatste wat we doen is ook echt in de opleiding. We maken ook meer ruimte voor opleiding. En we merken ook dat scholing draagt bij aan motivatie om je werk leuk te blijven vinden. Er is een plan geschreven voor, ik dacht, 4 jaar, als ik het goed heb. Wat moet over 4 jaar bereikt zijn? Nou, we hebben eigenlijk een aantal doelen geformuleerd. De doelen liggen het meest op het aantal leerlingen die techniek uitstromen straks. Want uiteindelijk is het dan nog niet eens zo belangrijk of ze nou alleen maar voor de harde techniek kiezen. Maar vooral dat ze daarna in het mbo kiezen voor bijvoorbeeld bouwtechniek of metaaltechniek. Maar dat kan ook vanuit de TL. Dat kan ook vanuit andere richtingen. Wat we ook zien is dus dat aantal dat kiest voor de uitstroom, dat stijgt. Daar hebben we een percentage aan gehangen. Even niet op de precieze, maar iets van 20-25% extra uitstroom. Wat we ook zien gebeuren is dat de aantallen leerlingen die voor het VMBO kiezen helaas wat teruglopen. Dus het is ook bedoeld om in ieder geval te zorgen dat we het aandeel groter maken dat voor de techniek kiest. Wat we ook willen is dat er voldoende gekwalificeerd personeel blijft. Omdat als we gekwalificeerde personeel hebben, en dat betekent ook dat ze geïnspireerd zijn, dan merk je daarbij ook dat leerlingen daardoor enthousiaster worden. Dus het is eigenlijk in die zin is het heel veelomvattend. Wat we ook doen is samenwerken met het bedrijfsleven. Dus dat wordt enorm versterkt hierdoor. Want de organisatie is ook zo ingericht dat het bedrijfsleven nadrukkelijk ook meewerkt en zelfs ook mee betaalt aan het hele project. Zij doen 10% cofinanciering. Dus als je daar 10 miljoen ziet, dan komt er nog een miljoen euro op van de bedrijven. Dus dat is een aanzienlijke bijdrage ook. Dus wat we proberen is dat we de arbeidsmarkt goed blijven bedienen. Wat je nu ziet, als we niks doen, loopt het aantal mensen dat uitstroomt. En dus wat we straks beschikbaar hebben voor de arbeidsmarkt, loopt enorm terug. En dat is wel een kwart tot een derde. Nou, wij proberen daar op deze manier een keer aan te geven.